Hey allemaal, leuk dat je bij de vlog terugkijkt. Ik ben Lucinda. Het is een nieuwe dag. Het is momenteel bijna 5 uur. Ik heb mezelf heel veel klaargemaakt. Ik heb even een knot in mijn haar. Ik ben namelijk net terug van het werken. Ik ga nu naar het centrum om heel even een cadeautje te halen voor de oma van Rick. Die is namelijk vandaag jarig. En dan gaan we daar naartoe. Ik denk niet dat ik heel veel kan vloggen vandaag. Omdat ik niet die oma en schoonfamilie en zo in beeld wil krijgen. We gaan niet met heel veel mensen daar op zoek, dat daar heel veel duidelijkheid over is. Maar we houden goed gepaste afstand, dat ook nog eens. De oma is inmiddels sowieso 1 keer gevaccineerd. Ik weet niet of ze de tweede heeft gehad. Volgens mij nog niet. Dus dat komt allemaal wel goed. Ik ga nu heel even opschieten. Want ze wilde om 5:30 aanlopen naar oma toe. En het is nu 5 uur en ik moet nog eigenlijk een cadeautje halen. Dus ik ga nu onderweg. Ondertussen ben ik onderweg van het huis van oma naar het huis van Rick. Ik blijf vanavond bij Rick slapen. Het was echt een supergezellige middag. We hebben lekker in het zonnetje vlaai gegeten. We hebben eten besteld en dus eten opgegeten daar. En gewoon gezellig met z'n allen gebeurd. Het was een gezellige middag slash avond. En nu gaat de avond beginnen bij Rick thuis. Want nu gaan we lekker chillen op de bank. Lekker Netflix, denk ik. Zoals je kan zien is het ondertussen alweer de volgende dag. Het spijt me. Ik heb gisteren vergeten de vlog af te sluiten. Maar ik ben weer thuis. Wat ik de hele ochtend heb gedaan zie je in de vlog van morgen. Maar ik ben ondertussen dus weer thuis. Ik ga nu klusjes doen. En ik wil jullie bedanken voor het kijken. Heb je genoten van deze vlog? Beloon het dan heel veel met een blauw duimpje omhoog. Druk heel veel op de rode knop hier beneden om te abonneren. En druk heel veel belletje om te geïnformeerd worden als ik een video upload. Hieronder staat nu mijn Instagram account. Mocht je het leuk vinden, kan je me daarop volgen. En ik hoop jou morgen weer te zien bij een nieuwe vlog. Doeg! Slaap lekker!